Dag dames en heren, ik vertel u waarschijnlijk helemaal niets nieuws als ik u vertel dat onze burgemeester John Berends per eind januari geen burgemeester van Apeldoorn meer is, maar commissaris van de Koning in de provincie Gelderland gaat worden. Hoogste tijd om met hem eens terug te kijken op de periode die hij hier in Apeldoorn heeft gehad, hoogtepunten, dieptepunten. Beetje kijken naar, ja, en dan word je op een gegeven moment commissaris van de Koning. Waarom kies je daar nou eigenlijk voor? En natuurlijk vooruitkijken naar zijn nieuwe rol als commissaris van de Koning. Want of u het leuk vindt of niet, we zijn nog niet van hem af. Hij blijft voorlopig nog in ieder geval zijn neus af en toe aan het venster in Apeldoorn steken. Is het nieuws bij u zelf al een beetje ingedaald? Nu straks commissaris van de Koning? Nou, als je het zo net noemt, hè, dus commissaris van de Koning, heb ik nog wel steeds... Oh, dat ben ik. Dus het is in die zin nog niet ingedaald. Het is wel zo dat ik tot en met 6 februari, want dan vindt de installatie plaats in Arnhem. En formeel heet het dan tot 1 februari ben ik burgemeester van de gemeente Apeldoorn. En dat ben ik tot dat moment. Ja. Ik voel swing ook. Ik ben niet de type die dat dan heel langzaam afbouwt en zo. Ik kan natuurlijk wel rekenen met een aantal dingen, maar het is ingedaald. Nog burgemeester van Apeldoorn tot eind januari. Maar ik kan me ook voorstellen dat gewoon John Berends als persoon natuurlijk ook wel een beetje mentaal aan het voorbereiden is op die nieuwe functie. Jazeker. Nou kijk, even voor het beeld. Hè. Eind oktober van 2018 heb ik de sollicitatiebrief geschreven. Dan wordt het even stil. En in deze situatie dan heb ik een aantal gesprekken gehad. Hmm. En dan begint het al. Ja. Omdat je dan op grond van het profiel wat er ligt voor de nieuwe commissaris, de 17e in Gelderland, op grond van de gesprekken, de vragen, en neemt u van mij aan, ik mag er niet uit de school klappen, doe ik ook niet. Maar dat zijn stevige gesprekken waar je binnenste buiten wordt gekeerd. Dan ben je al in die voorbereiding bezig. Ja. Maar als dan in één keer dat telefoontje komt... En dan praten we inmiddels over begin december? Ja, dat was rond die koers was het, ja. Dan potjandori, denk je dan. Ja, het is zover, ja. Het gaat gebeuren. Ja, en dan gebeurt het. En we zijn nu in januari, de kerstdagen achter de rug. Ik kan me voorstellen, in kerstdagen toch ook een moment van zelfreflectie. Zeker, een moment van wat laat ik achter, maar ook waar ga ik naartoe? Ja, ja. Waar ga je naartoe? Ik ben een type die stapt daar dan in. En natuurlijk heb je gelezen, natuurlijk wat ik zei, de gesprekken gevoerd. Maar het is niet dat ik daar dan denk, nou, dat ik daar al helemaal mee bezig ben. Het is eerder zo dat ik denk van hoe hecht ik het op een goede manier in het Apeldoorns af. Mentaal in ieder geval nog tot eind januari ook in Apeldoorn. Zeker. Laten we eens terugkijken naar die afgelopen 6,5 jaar. Want ik ben ruim 6,5 jaar burgemeester van Apeldoorn geweest. Ik kan me nog herinneren dat u was net aangesteld als burgemeester, of benoemd als burgemeester in Apeldoorn. Toen had ik u te gast in een radioprogramma en toen heb ik u een van de vragen die ik toen gesteld heb. Wanneer is John Berends tevreden als hij weggaat uit Apeldoorn, wat moet dan bereikt zijn? Weet u nog wat u toen op antwoord heeft? Oh, wat ik toen... Nou, ik weet wel wat ik nu vind, maar... wat u toen bedacht? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik ga u op weg. Ja, ik zeg van, nou, hoogste prioriteit is Apeldoorn moet financieel weer gezond worden. Die had ik ook nu. Ja. Nee, absoluut. Ja, hoogste prioriteit. Ja. Tweede was van, Apeldoorn staat daar niet zo goed op de agenda in Den Haag en Brussel. Ja. Dat was een tweede prioriteit, een derde prioriteit. Dus even, ik wil wat verder kijken dan alleen Apeldoorn. Maar Apeldoorn is toch de hoofdstad van de Veluwe. De Veluwe moet weer gewoon opeens komen als het gaat om het toerisme. Die drie doelen heeft u zichzelf, althans in dat programma, gesteld. Als u daar nou op terugkijkt, Apeldoorn financieel gezond. Ja, dan kan ik nu weg. Ja. Dan kan ik nu weg. Ja. Nee, even, hè, John Berends is er maar één. Hè. Het is altijd in teamverband en met meerdere mensen, want nogmaals, alleen is maar alleen. Maar financieel gezond worden, ja, Apeldoorn is financieel gezond. Ja, hoewel onze wethouder nog altijd, ja, dat moet ook. Dat is de wethouder, ik zeg altijd de penningmeester van Apeldoorn, die zegt, ja, maar we hebben nog niet voldoende spek op onze bonten. Nee, dat klopt. De reservepositie is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar we schrijven meerjarig zwarte cijfers, toen schreven we rode cijfers, moesten fors bezuinigen. Ja. Dat doen we dus nu wel. De reservepositie wordt langzaam weer aangevuld. Kortom, het perspectief is ronduit gunstig. Ja. En, het is wel ten koste van heel veel dingen gegaan. Hè? We hebben met z'n allen een behoorlijke prijs betaald. Ja, zeker. Ik denk aan bijvoorbeeld aan het aantal mensen wat hier werkt is afgenomen. 250 mensen hebben afscheid van genomen. Subsidies aan verenigingen. Ja. Verhoging maar respect voor de inwoners en voor mijn eigen mensen in de organisatie. En we hebben ook een aantal projecten niet door laten gaan. Of getemporiseerd, gefaseerd. Kortom, de stad heeft het wel gepakt. Ja. Dus die financiële gezondwording, die is er.
halen. En dat betekent nog niet dat je de klep loszet. Dat moet je nooit doen, vind ik. Maar dat vindt ook het college, ook de gemeenteraad. Maar we hebben het wel gedaan. Wat ik daar wel van geleerd heb, van dit facet is... als je zo binnenkomt... we zijn natuurlijk een politiek gestuurde organisatie... met allerlei verschillende politieke partijen. Dat je merkt, als je één doel hebt... en helaas was dit een vervelend doel, hè, financieel gezond worden... omdat het gewoon fout zat, met 200 miljoen schaar. Als je een gezamenlijk doel hebt... dan vervagen die politieke verschillen. Want je wilt gewoon die stad weer netjes bij hebben staan. Ja, het wordt politiek gezien nu veel interessanter eigenlijk. Omdat we het financieel beter hebben. Ja, dat wordt wel... misschien voor jullie wel als media. Hè, want je hebt iets meer van de verdeling weer van wat je hebt. De keuzes. Hè. Ja, de keuzes. Maar als je bezuinigt moet je ook keuzes maken. En ik vind dat werkt wel louterend, vind ik. Ja. Ik vind het louterend werk. Tweede was van Apeldoorn staat niet echt hoog op de agenda in Den Haag en Brussel, heeft hij toen genoemd. Opvallend, u noemde toen Arnhem niet. Ik weet niet of dat toeval is geweest. Maar waar merkt u dat nou eigenlijk aan? Dat wij als Apeldoorn niet hoog op de agenda stonden. En is dat veranderd? Nou, je merkt het. Kijk, we waren toch wel slecht vertegenwoordigd in allerlei, noem maar, overlegorganen. Dat is even wat bestuurlijk. Maar in het VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeentes... Er zijn alle 390 gemeentes in Nederland hebben daar positie. Zaten wij niet in commissies. Commissie Financiën niet. Commissie Ruimtelijk Beleid niet. Op de Zorg niet. Dat was ook Veiligheid niet. Dat is nu allemaal wel. We zitten ook in de G40. Dus Apeldoorn laat haar signaal horen. En we worden gezien. Ja, en wat worden wij daar nou beter van in Apeldoorn? Nou, het is heel duidelijk. Ik maak even naar Den Haag toe, hè, naar het Binnenhof toe. Is het zo dat onze wethouder... Hij is nu staatssecretaris voor de goede orde. Paul Blokhuis. Met de drie decentralisaties. Er zijn de nodige miljoenen natuurlijk, want dat doel je dan op. De nodige miljoenen ook deze kant op gekomen. En wij kunnen laten horen hoe het valt op lokaal niveau... als je dit soort beleidsmaatregelen op centraal niveau... in dit geval nou even Binnenhof, neemt. Ja. En dat is zo belangrijk, want alleen is maar alleen... Apeldoorn is in die zin best wel een stevige stad, 162.000 inwoners. Maar ten opzichte van andere steden misschien weer wat kleiner. Nou, dan moet je een signaal laten horen en dat doen we dus. Okay. Dat gebeurt ook in Brussel voor de goede orde. We hebben lobbyisten daar zitten. Ik pak energie-neutraal maar even. Dan is een van onze dorpen, heeft daar ook bijna een miljoen voor gekregen. Nou, er zijn nog een aantal andere dingen die op het moment aan de gang zijn. Kortom, we zijn er, we moeten dat verder uitbouwen. Maar ik ben daar toch wel erg content over, hoor. Ik ga een veetje achter de tweede doel zetten. Nou, de derde doel, de Veluwe op één. Die staat op één, heb ik begrepen. Ja. Is niet alleen, nogmaals, ik herhaal even. Niet de verdienste van deze meneer alleen, zeg maar even. Maar u heeft het wel, niet voor niks als drie van de doelen genoemd toen de tijd. En wat ik heel frappant vond, als ik nog even terugkijk. Toen zei hij, maar hoezo Apeldoorn de hoofdstad van de Veluwe, hè? Ja. Want men was sterk stedendriehoek geredeneerd. Ja. Ik zei, ik kijk twee kanten op. Ja. De Veluwe is een van de mooiste natuurgebieden van ons land, eigenlijk aaneengesloten van Europa, hè, ook nog. En we doen daar veel te weinig mee. Dus het project Vitale Vakantiepark, in Harderwijk zijn we daarmee begonnen toen, is nu in de hele Veluwe uitgesmeerd. Dus het weer, upgraden, hè, om dat woord maar eens te gebruiken, weer mooier maken van dat gedeelte. Fietspaden, ik kan een heleboel meer noemen. Blijkt het gewoon dat we nu weer op één staan. Ja. Dat is toch gewoon leuk? Ja. Ik hou wel van die lijstjes. Ja. Eindbalans, 3 doelen gerealiseerd. U bent klaar in Apeldoorn. Nee, dat werkt dus nooit zo, hè. Want je hebt ook wel gezien, dit moet je onderhouden en verder uitbouwen. Wat ik het mooie wel vind nu is, dat heeft met die financiële gezondwording te maken met name. Dat je ziet dat de stad dus dat wel is. En dat je nu naar ontwikkeling gaat, doorontwikkeling van de stad. Dus dan krijg je weer doorontwikkeling op het gebied van verdere groei van de stad. Dat kan stedenbouwkundig met huizenbouw zijn, dat kan met voorzieningen zijn, dat kan op toerisme, recreatie zijn, kan ook in de zorgzaamheid naar onze samenleving zijn. En dat is de volgende slag waar we nu volop in zitten. En waar uw opvolger dan hard aan gaat werken. Oh ja, absoluut. En ik heb ook nog wel een paar... Want ik zit nu al na te kijken, wat laat ik na in de zin van erfenis. Hè? Ja. Geen lijk in de kast, hoop ik. Ik heb ze niet gezien, maar je weet het maar nooit. Nee, maar ik vind wel dat die doorontwikkeling van de stad is heel erg belangrijk. Ja. Dus niet verslappen. Ja. Dat is het grote risico altijd, hè. Dus niet verslappen. En dan denk ik bij mezelf, Apeldoorn, in gezamenlijkheid met de stedendriehoek, clean tech, duurzaamheid, wordt flink aangetrokken. Ed Nijpels maakt nog een vervelende opmerking een maand of twee geleden over ons. Ja, ja. Dan krijg je toch de verhalen van CO2-reductie, de windmolens. Nou, dat vind ik wel een belangrijk thema waar we verder aan moeten doorbouwen. Ja. Ook straks, maar daar komen we straks nog wel even op in die nieuwe rol als commissaris van de Koning. Ja, en ik vind een aantal evenementen toch, ik wil het niet onvermeld laten. Ik heb er een paar op mijn lijstje staan. Ja.
Die noem ik bij mijn afscheidsreceptie, ja. Wie ik nog op mijn lijstje heb staan. Dus die geef ik als erfenis mee. Ga ik nu niet noemen, anders ben ik ze kwijt. Moeten we het zoeken in laten we wel de Giro d'Italia hebben het al natuurlijk over WK beachvolleybal, baanwielrennen, WK's, EK's. We hebben natuurlijk namelijk op sportgebied heel veel dingen gehad. Moeten we het in die hoek zoeken? Niet alleen sport. Niet alleen sport? Nee, niet alleen sport. Okay. Nee, de sport dat gaat hartstikke goed nu, hè? Maar inderdaad, je noemt terecht een paar dingen. Je weet natuurlijk Serious Request. Serious Request, uiteraard. Maar ja, goed, sport springt daar natuurlijk wel heel erg uit. Ja, maar ik ben wel gericht aan het zoeken. Oké. En volgens mij heb ik er nog drie. Oké, maar op het moment dat u weggaat, dan hebben we het eind januari, ja, dan gaat u zeggen... Die drie zou ik nog hartstikke mooi vinden. Oké, ja. Goed. Jammer dat u ze nu nog niet wil noemen, maar... Geen idee? Het EK wielrennen op de weg in Apeldoorn. Oké. We gaan niet verder, niet verder daarover. Als u nu terugkijkt, toch naar die u noemde zelf al die grote evenementen. Wat zijn nog meer vanuit het bestuurlijke kant voor op pareltjes? Waar u zegt van nou, en dat hoeft niet alleen maar positief, het kan ook negatief zijn. Natuurlijk. En je hebt ook zwarte parels. Wat waren nou dingen waar u, als u nu terugkijkt naar die 6,5 jaar? Nou, wat ik vlieg hem even iets anders aan. Ik bedoel nu niet even Lelystad, hè? Maar. Dat, ik noem het maar even zo, de veerkracht van de lokale samenleving, dat vind ik echt een bestuurlijke parel. Ja. En ook van de mensen, hè, en voelde me waarschijnlijk nu aankomen, dat wij de noodopvang hebben gehad hier. Ja. Dat wij nu op dit moment, aankomende maandag, hè, de eerste 50 mensen, asielzoekers, ook weer krijgen aan de Christian Geurtsweg. Ja. Als voorloper van de AZC aan de Deventerstraatweg. En het hele traject wat we daarvoor hebben gelopen en nog lopen, en de monitoring die we ook doen, ik vind dat eigenlijk politiek, bestuurlijk, maar ook van mijn inwoners een huzarenstuk. Ja, toch heeft hij op dat gebied ook de nodige kritiek gekregen. Ja, maar dat vind ik... Als ik denk aan het comité passend AZC, die heeft... Ik heb ze wel uitgenodigd. Heeft u gezegd van, nou, die hebben gezegd, burgemeester Berens reageert altijd boos en geïrriteerd op het moment dat hij met kritiek te maken krijgt. We gaan er niet in op of u zich daar nu wel of niet in herkent, maar wat doet dat met u? Persoonlijk? Nou, dat zou ik je zeggen. Het houdt me bezig. Ik heb er geen slapeloze nachten van, echt niet. Zo zit ik schijnbaar niet in elkaar, hè, qua fysiek gestel, mentaal gestel. Maar het houdt me wel bezig. Want vooral als het op het niveau komt van, ik vertrouw die man niet, dat ben ik dan. Hè. Wat hij zegt, dat klopt niet. Dat is ook wel eens in mijn interpellatie door een van de lokale politieke partijen gezegd. Ja, dan word ik link. Als het ik word om de integriteit gaat. Ja, dat is een groot woord. Hè, maar als ik vind dat ik onterecht word bejegen, en dat vond ik in deze situatie ook zo. Want zelden zou ik dat doen in een nieuwjaarsspeech, zou ik dan in dit geval die organisatie zo toch ook wel flink even dichtbij komen. Ja. Maar dan vind ik echt dat ik onheus behandel. En dan raakt mij dat. Ja. En als ik het gezegd heb, ben ik het eigenlijk ook weer kwijt. Maar op dat moment ziet iedereen ook aan uw gezicht. U bent dan boos. Ja. Laat wel het gewoon gecontroleerd. Ja. Maar vind ik van mezelf tenminste. Hm. Maar dan is bijna ieder woord ook gewogen. Hoor. Ja. Dat verzin ik dan ook zelf. Dat schrijf ik ook zelf op. Zelfs met pen schrijf ik dat dan op. Dat typ ik ook niet. Dat heeft iets te maken met de persoonlijke kracht. Dat zie je nu ook wel. Die ik dan inleg. Ja. 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 Dus dat doet mij wel. Ja. Maar als je nou praat over politiek-bestuurlijke... Pareltjes, bijzondere momenten. Ja, dat is dit er absoluut in. Ja. Ja. En dat vind ik ook als... Nou ja, natuurlijk, hij valt vaker met de ex-gedetineerden en zo. Dan is dat ook wat mij bezighoudt. Ja. En dat gaat dan niet alleen over Volkert van der Graaf, hè, want die valt dan steeds. Maar een stad van deze omvang doet meer op dat gebied. En dat hou je dan, dat zit niet in de... Dat hou je even gedeeltelijk onder de radar, tenzij. Maar daar stuur ik wel gericht op. Ja. Ja. In dit kader, hè, iets anders, maar het heeft er toch wel mee te maken... Uw collega uit Haarlem, hij heeft de prijs gekregen voor de Matsjaard Valley-prijs. Ja, dat is een prijs over de communicatie tussen politiek en de burgers. En dat ging met name over het feit dat hij inmiddels dagelijks beveiligd wordt. Ik heb eens daarin gedoken. In 2017 zijn er 331 meldingen geweest van lokale en regionale bestuurders die... te maken kregen met doodsbedreigingen, met zware mishandelingen. En dat waren er 100 meer dan 2016. Daar schrikken we natuurlijk van als we die cijfers zien. Hoe is dat in Apeldoorn? Bijvoorbeeld bij uzelf of bij uw collega's wethouders? Ja, ik doe er natuurlijk geen mededelingen over. Ik vind dat strikt aan mij en aan mijn gezin, zeg ik dan maar even. Hè, als daar iets speelt of zou spelen.
Kijk, wat mij natuurlijk wel opvalt is dat we een maatschappij zijn waar we veel directer bij elkaar zijn. Hè? Natuurlijk social media, een burgemeester, ja, die zit niet alleen op deze kamer natuurlijk, nee, het tegenovergestelde. Heel weinig op zijn kamer, zeg maar even. En die sluit zich niet op. Er is een hele andere bestuurstijl gekomen en de maatschappelijke context is helemaal veranderd. Ja. En dat betekent dus dat, ja, wat misschien voor de ene een bedreiging is, is voor de ander misschien dat hij dat vindt, nou ja, dat op deze manier wordt gecommuniceerd. Maar in die 331 meldingen in 2017 zaten daar Apeldoornse meldingen bij? Laat ik me niet overhouden. Nee, maar ik kan me voorstellen, de burgemeester van Haarlem heeft dat dus wel gedaan. Hè? Ja, maar dan is het wel heel direct geworden. En dat Haarlemmers toen ook opgestaan zijn, die leek te merken van, je blijft met je vingers van onze burgemeester af. Ja. Ja, dat is een heel chic gebaar. Ik heb wel het beeld dat je, omdat je er zo heel expliciet naar vraagt, dat in Apeldoorn wel de juiste sfeer is tot op de dag van vandaag, waarin je ook op een, vind ik dan, een normale manier kunt besturen en ook maatregelen kunt nemen die niet iedereen welgevallig zijn. Okay. En dat nog op een, wat ik dan in ieder geval vind, op een goede manier gereageerd wordt. Over en weer. Oké, een ander aspect. Over de afgelopen 6,5 jaar, u heeft nu wel eens het verwijt gekregen dat u nu wel eens wat te ver voor de troepen uitloopt. Ik kan me herinneren, Serious Request noemde u al een jaar, twee jaar voordat we, en u werd daar door uw raad op de vingers getikt. Ja, ik ben teruggefloten. Is dat een beetje het kenmerk van Dion Beerens? Een beetje af en toe eens te snel vooruit lopen, te ver voor de troepen uitlopen? Nou, ik weet niet of het te is. Maar nou, de raad wilde het toen wel. Ja, maar op een gegeven moment heb je ook eigenstandig jouw stijl en... Natuurlijk moet je wel opletten dat je datgene graag bereikt wat je met elkaar wilt bereiken. Ja. Maar ik vind dat van een bestuurder, hè, wel verwacht mag worden dat hij soms wel eens even iets verder voor de troepen uitloopt. Ik vind een ander voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld de pilot voor legalisering van wietteelt. Hè. Ja. Ik vind dat een prachtig debat wat we hebben gevoerd. Ik kan het nu niet afmaken. Nee, hè, dat is jammer. Dat vind ik jammer, vind ik jammer. Ja, kan me voorstellen. Maar ik vind dat de raad daar zeer volwassen in geacteerd. Daar heb ik wel voor de troepen uitgelopen. Ja. Ik wist dat ik niet bij voorbaat daar de meerderheid zou krijgen. Nee. Maar echt een verrassing voor mij was dat de Raad van Apeldoorn bijna con amor erachter ging staan. Om in ieder geval te gaan aanmelden en met een voorstel te gaan komen. Ja. Nou, dat is nog niet weg. Maar ik vind dat van een bestuurder dat verwacht mag worden. Want als je alleen maar datgene doet waarvan je denkt, daar heb ik een meerderheid voor. Of daar krijg ik vrij de meerderheid achter mij. Ik vind dat je ook wel eens alleen mag staan. In dat kader, en een ander aspect, u heeft een hekel aan verbieden. Ja, klopt. Dat, in uw afgelopen nieuwjaarstoespraak heeft u er zelf ook een aantal dingen over gezegd. Bijvoorbeeld, we hebben het over vuurwerk, maar de Harley-dag was ook zo'n voorbeeld van... Ja. Overal in Nederland werd het verboden, demonstraties. Ja. Het werd verboden overal, behalve in Apeldoorn, daar kon het wel doorgaan. Ja. Ik vroeg me af, daar ligt natuurlijk ergens een grens. Hè? Dan laten we het vuurwerk nemen. Hè? U zegt van, nou, ik vind zolang dat kan, dan moeten we dat gewoon doen. En dat hoort bij onze traditie, enzovoort, enzovoort. Maar als je dan vervolgens kijkt landelijk wat er dan gebeurt, dan schrik ik daar wel van. Ik wil toch die cijfers noemen. Doe maar. 400 gewonden, 2 doden. Het aantal hulpverleners wat bedreigd werd, is alleen maar toegenomen. Ja. Vakantieparken waar vuurwerkvrije zones zijn overboekt. Zijn nu al voor het eind dit jaar overboekt. En we hebben te maken met een schade van zo ongeveer 20 miljoen. Ja, is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Kijk, ik zit hier primair als burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Ja. En als je me dat rijtje nou even naar Apeldoorn terugbrengt... Hè, dan is dat precies tegengesteld aan de landelijke trend. Ja, ja. Dus daarom vind ik ook dat je het niet een landelijk verbod moet doen. Als je het überhaupt wel zou willen... dan vind ik dat ik de verantwoordelijkheid heb als openbare bestuurder... voor openbare orde en veiligheid... om dat op lokaal niveau te doen. Maar waar ligt dan de grens? Bij een x-bedrag, bij een aantal mensen? Nee, maar zo zit ik dus niet in elkaar. Voorbeeldje toch even, hè, omdat je nu ook wat voorbeelden aanhaalt... Toch Uddeleven, hè? Ja. Ik kwam daar. Hè? En ik weet natuurlijk ook aan, er was dikke bende toen ik hier kwam. Caravans in de fik. Bloembakken heb ik daar gezien. Ik heb er toen ook zo'n ronde gemaakt, 5, 6 jaar geleden was het dan alweer. En toen zei ik, dit wil ik niet, dus ik ga met die gasten in gesprek. Nou, dan kom je waar je nu staat. Dan heb ik dit 100 maal liever. 100 maal liever. En daar hoor ik ook wel iets van vuurwerk, waar ik denk, dat is niet in Nederland gekocht, maar waarschijnlijk in Duitsland, hè? Mm-hmm. En dan gooi ik er geen emmer water overheen, bij wijze van spreken. Nee, nee. Maar je kijkt dan wel even die jongens aan, die teamchef die bij me was ook. Hè? Het gaat er uiteindelijk om dat je die gemeenschap vormt met elkaar, waarin
grosso modo, moet ik dan altijd maar zeggen, iedereen zich toch wel bij voelt. Ja. En stel dat er nou in deze stad een gebied is die zegt, wij willen absoluut een vuurwerkvrije zone, dan valt er altijd te praten natuurlijk. Ja. Maar niet bij voorbaat. Want als jij je kinderen of wie dan ook met verboden begint, dan weet ik precies wat er gebeurt. Zo heeft u uw eigen kinderen ook opgevoed. Ik vind van wel. Die hebben nooit van mij en ook niet van mijn vrouw trouwens. Want dat doe je samen op het algemeen. Alleen ik was iets minder thuis. Maar wij hebben ze nooit een tijd van thuiskomst meegegeven. Okay. Hè, als ze gingen stappen. Okay. Je moet om 2 uur. Wat we wel hebben meegegeven is dat we zeiden, als je thuis komt, meld je je. En dat hebben ze altijd op de dag van vandaag doen ze dat nog. Ander aspect van het jongberen. En daarna sluiten we Apeldoorn af. Humor. Ja. Volgens mij hoort dat één op één bij John Berens. Humor is iets waarvan ik denk van, nou, volgens mij gebruikt u het zelfs af en toe wel eens een keer strategisch om even de zaak wat los te krijgen. Het is heel situationeel bij mij, hoor. Ik kan niet maar het is wel belangrijk voor u. Hè? Ja. Een dag niet gelachen is een dag niet gegeten is een uitspraak die u zelf gebruikt. Ja, een beetje zelf de slingers ophangen. Hè? Ja. Nee, maar het is heel helder. Kijk, ik bedenk me niet van tevoren de grappen. Zo werkt het niet. Nee. Maar alertheid is wel een ding wat bij mij zit. Hè? Dus als ik in een vergadering zit, dan denken ze wel dat ik ontspannen ben. Dat is het misschien ook wel zo. Maar ik ben 3 uur lang, als een vergadering 3 uur duurt, zit ik eigenlijk wel te monitoren in die zaal. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Ja. Dus de enige vorm van verslapping heb ik niet. Hè? Nee. Maar daar kan humor helpen om dingen los te krijgen. Ja, ik wil één voorbeeld even noemen. Dan in de raad nu. Dat was niet zo lang geleden dat Sunita Bihari van de SP. Nou, die heeft eigenlijk altijd wel de houding om de een na laatste spreker te zijn. Dus die komt al van haar plaats gestormd. Ja. En dat zie ik al. Dus ik heb nu ook al wel getraceerd. Oh ja, het is de een na laatste. Ja. Maar wat dan wel heel grappig was, ze had een grote sticker van de SP op haar achterste geplakt. Hè? En dat viel mij op. En toen dacht ik op een gegeven moment, daar moet ik wat mee. Ja, daar moet ik wat mee. Ja. Het is net een schietschijf. Ja. Alleen de vraag is, wanneer kom je ermee? Ja. Ja. Maar toen zei ik dat op een gegeven moment, nou, mevrouw Bihari, ja, ik heb eigenlijk de neiging om uw schietschijf ook te beschieten. Zoiets dergelijks zei ik, weet niet meer. Ja. En dat vond ik knap van haar dat ze zei, burgemeester, pas op, hè, want het is bijna een MeToo-uitspraak. Ja. 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 En daar hou ik van. Dan een beetje dat ketsen, dat scherpe erin. En dat kan ook maar een stukje. En op die manier elkaar scherp houden. Ja. Nou, John Confetti Kanon hoeft het verder niet meer over te hebben. Nee, dat lijkt me niet. Dat is nu passé. Die leg ik nu weer in de kast. Precies. Maar wat is wel een verlengde daarvan. U bent een mensenmens. U zei het net zelf ook wel een beetje. Burgemeester zit niet alleen hier op de Kamer, maar dat past niet bij u. U wil graag ook onder de mensen. In de stad loopt u en mensen herkennen u. Dat past bij u, hè? Ja, ik heb beide eigenlijk. Ja. Ik vind het noodzakelijk om te weten wat er speelt. Dat is echt zo'n cliché opmerking, maar ik meen het echt. Door diep in te dalen in de samenleving. Is het van, daar werk je mee. Ik heb dat nodig. Ja. En ik weet wel met de volgende functie hoor, wat er speelt. En tegelijkertijd hou ik ook van afstand. En lees dan voor, daarom dat ik privé dus toch een beetje achteraf woon. En dat ik het heerlijk vind in mijn eentje te zijn. Ja. Ook echt in mijn eentje. Ja. En nog alleen op buiten trekken. Slotvraag, wordt u nog eens aangesproken als Peter de Jong? Jazeker. Ja. Bijna dagelijks nog. Ja. Ja, is dat zo? Ja, dan wel undercover. Ja. Dan niet als maar wel dat ik undercover ben geweest en ja, van de week nog bij de nieuwjaarsreceptie ook al en zo. En, goed. Ja. Laten we Apeldoorn liggen. We gaan langzamerhand. Ja, een beetje jammer. Ja, u en wij zullen eraan moeten winnen, toch? Ruim zes jaar geleden bent u in Apeldoorn gekomen. Afgelopen mei heeft u weer voor 6 jaar bijgetekend. Ja. Laat dat maar even als die terminologie gebruiken. En na een half jaar zegt u van, ik kan ergens anders een beter contract krijgen. Voelt u zich moreel niet verplicht naar de Apeldoorners om die tweede termijn van 6 jaar toch ook gewoon uit te dienen? Nee, zo werkt dat niet. Ik heb voelen Apeldoorners dat overigens wel. Ja, ik snap dat ook wel. Ik snap een hoop, zeg ik altijd. Maar nee, het werkt anders. Ik heb gezegd, ik ga voor een tweede termijn. Maar ik sluit niet uit dat ik nog wat anders ga doen. En je weet nooit wanneer iets op je pad komt. Nee. En ook niet wat. Want ik heb hier niet van tevoren gedacht, ik noem maar wat. Oh, als dat komt, dan doe ik dat of zo. Hè? Zo werkt dat niet. Het is wel wat ik gezegd ook heb toen bij mijn herbenoeming. Ik heb geen behoefte aan een andere stad. Dus stel dat er een andere stad zou passeren, dan denk ik, nou, dan ga ik voor. De Apeldoorn is wat mij betreft de perfecte locatie. Ja, maar het gaat om die morele morele druk, laat ik het dan maar eens anders formuleren. Nee, die voel ik niet zo. Die voelt u niet zo? Nee, niet op die manier. Nee. Het is wel zo dat ik natuurlijk weet wat ik achter me laat. En dat ik het vertrouwen in mijn perceptie natuurlijk hooglijk waardeer wat dan gegeven wordt, ook door een gemeenteraad. Maar nu krijg ik ook veel terug. Jammer dat je gaat, maar we snappen het wel. Ja.
Ja, en er is ook nooit iemand die zegt van, als je weggestuurd wordt, wat ga je dan doen? Hè? Ja. Of we hebben wat voor je. Hè? Ja. Dus je moet daar ook een beetje, nou ja, voor jezelf ook het gevoel hebben van, ik heb een mooie periode kunnen doen. Ik zat nooit in mijn eerste periode, heb ik ook nooit gedaan. En in de tweede periode, ja, het is wel een beetje zo bij mij afgekomen. Ja. En dit kwam ook echt voorbij. Ja. Overigens was in Harderwijk ook net bijgetekend. Ja, en ik ben ook van wethouder naar Harderwijk voor mijn tweede termijn. Ja. Ben ik ook zeven jaar wethouder geweest. Ja. Ja. Dat is bijna een heilig getal voor mij. Ja, precies. Je zou kunnen zeggen, dan zeg ik het heel zwart-wit, zit er ook iets in, want daar begonnen we dit gesprek ook mee, hè? We hebben een aantal doelen gesteld en die doelen zijn er. Het is een routineklusje geworden. Nee, het is, ik ben eigenlijk wel klaar met dat burgemeesterschap. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Nee, zo werkt het ook niet. Wat is dan voor u de motivatie om die stap te zetten? Dat werkt twee kanten op, zou ik zeggen hoe dat werkt. Het komt voorbij. En dan zeg ik, nou, maar vooraf heb ik niet bedacht dat. Hè? En dan komt het voorbij en dan lees je het echt hoor. Je leest zo'n profiel en denk je, ja. Oh, interessant profiel. Hmm. Dan leg je weer eens naar je neer. En wat er dan gebeurd is, en ik heb het volgens mij ook gezegd, in het openbaar, dat ik was op de Open Days, ja, in Brussel. En dat een aantal collega's, deze collega burgemeester, zei, John, we vinden dat echt wat voor jou. En dan ga je nog weer eens denken. Nou, dan ga je schrijven. Ja, en dan groei je er toch zo naartoe. Wordt dat ook... Twee leren dus. Ja, dus niet, ja. Want je kunt zelf wel zeggen, ik kan dit of ik kan dat. Hè? Ja. Maar het heeft alles eerst te maken of anderen dat ook vinden. Die heb ik niet gezegd trouwens dat ik het zou doen, hè? Want dat is een zeer beperkte kring geweest. Anderen zijn dan collega-burgemeesters, zei u. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld vanuit de partij daar druk... U bent prominent CDA. Nee, is geen druk in de partij voor Gelderland geweest. Nee. Okay. Die wisten het zelfs niet dat ik voor Gelderland zou solliciteren. Okay, maar ook niet vanuit de nationale partij van het CDA? Ja, dat begrijp ik wel. Want u maakt zelf ook deel uit van het hoofdbestuur. Ja. Wat is voor jezelf dan die ambitie om toch die commissaris van Koning te gaan worden? Nou ja, kijk, ik zei al, het is tweeledig. Hè? Je leest zo'n profiel waarin dus... We hadden het net even over... ik noem het wel nabijheid met dat woord. Hè? Dus dichter bij mensen komen. Ja. De provincie ligt nu ook een rapport. Lag er toen trouwens nog niet. Ja. Waarin je merkt dat de provincie te veel op afstand zit. Hè? Ja, daar wil ik straks even terugkomen. Maar dat is niet vanwege het rapport, maar dat speelde natuurlijk voor die tijd al. Ja. Ik draai natuurlijk best wel een aantal jaren mee in het lokaal bestuur. En dan denk je, nou, en dan zie je dat nogmaals dat profiel ook aangeeft dat men behoefte heeft aan dit type kwaliteiten die mij ook toegemeten worden, door mezelf, maar ook door anderen. En ja, dan komt het lol en denk, nou, misschien kan ik hier dan toch nog wel een belangrijke rol in gaan vervullen. Ja. En dan doe je dat. Ja. Ja. 62 jaar bent u. Ja, een mooie leeftijd. Dat is een mooie leeftijd. Dan gaan mensen vaak toch de versnelling ietsjes lager zetten. U zit nog een versnelling hoger. Ja, ik heb gezegd dat ik wel door wil tot 72. Ja. Maar dat is niet toegestaan, geloof ik. Nee, tot 70. Tot 70. IJzerweden dienden, met uiteraard, gezondheid, et cetera. Dat ben ik oprecht. Zeg het maar. Ik voel me goed... Ik ben vorig jaar nog in Papendal geweest, ben ik nog eens even goed doorgelicht. Het geeft geen enkele garantie, maar mentaal, fysiek zit het er nog wel goed bij, schijnbaar. Goed zo. Een van de taken die u straks als commissaris van de Koning moet gaan uitvoeren, is het in het traject van de nieuwe burgemeester van Apeldoorn. Daar gaat u een belangrijke rol in spelen. Dat lijkt mij een rare situatie. Ja, bij de waarnemerschap heeft de huidige commissaris mij wel gesproken, maar hij beslist. Hè, samenspraak met natuurlijk, met ik zeg maar even een delegatie van vertrouwenscommissie. Bemoei ik me verder dan niet meer mee. Maar bij de nieuwe kom ik het profiel hier ophalen in Apeldoorn. Een medegebeente, zei ik al, als dat een ander profiel is dan maar ik op. Er leeft nu het idee om de burgers van Apeldoorn daar ook bij te gaan brengen. Wat vindt u van dat idee? Prima toch? Ja, dat is bij de commissaris ook gebeurd, hè, van Gelderland. Is dat zo? Ja. Hebben wij daar als kon je digitaal kon je inloggen, hè, en dan zeggen wat voor type, naar welke kernkwaliteit van belang. Oké. Dus kortom, u zegt van, nou, als dat in Apeldoorn, hoewel ik weet dat u bent... Volgens mij tegenstander van een gekozen burgemeester. Maar je zegt van, als de Apeldoorners daarin een rol in kunnen spelen, gewoon doen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Alleen het is wat anders als dat je zegt van een referendum of een verkiezing. Ja. Omdat ik vind dat er geen probleem is bij het ambt. En ook niet bij de manier waarop het ingevuld wordt. Ja. En waarom zou je dan een modegril, in mijn perceptie, een modegril gaan hanteren? Ja, oké. Nog even terug naar die burgemeester die gaat komen straks. Uw voorganger, Hans Esmeijer, heeft in de overdracht een aantal dingetjes aan u meegegeven. Ja, heb ik nog bewaard. En een van de dingen die hij toen noemde, en u heeft dat later in een interview met mij ook gezegd, was de tip, vergeet de dorpen niet. Ja. Bent u de dorpen niet vergeten?
Nou, ik heb beeld van niet. Nee, oké, okay, dat is zo. Nee, ik heb beeld van. Ik woon zelfs in een dorp. Ja, precies. En ja, ik ben ook in alle dorpen wel geweest ook en zo. De ene wel wat meer dan de andere. Maar voor mij is het natuurlijk wel een gemeente, ja, Apeldoorn. Precies, hè, let op. Ja. Ik weet dat in de raad regelmatig wordt gezet Apeldoorn en de dorpen. Ik denk, hoezo Apeldoorn en de dorpen? Ik snap wel wat erachter zit. Ja. Hè? Maar het is natuurlijk de gemeente Apeldoorn. Ja, ja. Ik zou zeggen, ga maar naar Uddel en vraag maar wat ze van me vinden. Ja, precies. Of misschien in Loenen. Is dat overigens een tip die u ook aan uw opvolger mee zou geven? Nee, vergeet de dorpen niet. Nee. Wat is de belangrijkste tip die u mee uw opvolger let op het DNA van de gemeente. Ja. En dat is dus in casu, hè, de dorpen natuurlijk, dat snapt u wel. Ja. Maar het is heel belangrijk hoe de bewoners in elkaar zitten. Ja. En waar mogelijkheden en kansen laten liggen. Dat is belangrijker dan de nota's en de notities en de beleidsstukken. En ja, zeker voor een burgemeester vanuit zijn onafhankelijkheid, of haar onafhankelijkheid, wat het mag worden. Ja. En vind ik dat zo ongelooflijk belangrijk. Ja, vergeet het DNA van je stad. Oké, okay. Laten we de stap naar Gelderland gaan maken. Want ik zei al in het begin, we zijn nog niet van John Berends af. Nee. Nee, Gelderland. U wordt straks beëdigd door de koning. Ja. Dat doet hij zelf? Dat doet hij zelf, op Paleis Noordeinde. Ja, ja. 23 januari okay. Ga ik samen met mijn vrouw naar Den Haag. En op Paleis Noordeinde. 11:45, zo staat het ook in de brief. Ja. En dan word ik beëdigd door de koning, ja. Onze koning. Ja. Is dat voor u bijzonder dat de koning... Tuurlijk, ja. Alleen al omdat ik een jaquet aan het rijk. Ja, is dat zo? Moet dat? Ja, bewindspersonen, dus Paul Blokhuis had ook een jaquet. Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb ook een jaquet aan. Ja, dat is geen openbare bijeenkomst, geloof ik. Nee, mag niet komen. Nee, terwijl de beëdiging van bijvoorbeeld de ministerraad wel... Ja, ik zou niet ik denk dat... Ik weet niet waarom eigenlijk. Nee. Nou, ik zou zeggen, gooi een balletje op, komen we langs, vandaag gaan we het filmen. Ja, ik weet niet of ik dit dan doe. Maar nee, met de 23 waren we ook beëdigd en dan 31 hier afscheid. Ja. En 6 februari installatie, dus door de Staten. Ja. Maar de benoeming is al af, dus die kan niet meer teruggedraaid worden. Dus 1 februari is het dan zoals ben je officieel benoemd. Dan wordt u commissaris van de Koning van Gelderland. Ja. Ik zat er zo over na te denken. Denk ik, voel ik nou dat ik een Gelderlander ben? Nee. En toen ging ik het vergelijken met, de roots liggen in Groningen, daar heeft het heel sterk. Daar kan, als iemand het Gronings volkslied begint te zingen, gaat iedereen opstaan. En iedereen zingt het volop. Friesland noemde u zelf al, Zeeland, Limburg. Ja, Brabant heeft het ook. Gelderland heeft dat niet, hè? Nee. Mooie analyse, hoor. We hebben 6 gewesten, zeg dan maar even. 6 gebieden, hè. Dat is Veluwe natuurlijk, een van de steden, 3 ook. Nou, 8 ook, kan ze alle 6 noemen, hoor. Maar er is niet een soort... algeheel beeld zoals u dat net verwoordt. Nee, hè? Maar je zou ook kunnen zeggen van, nou, die 6 vertegenwoordigen wat. En dat is een rijk palet. Hè? Ja. Ik moet u zeggen, het is wel mijn streven. Want Dolly Verhoeven is een historica uit Nijmegen, hoogleraar. Die is ook bezig met een studie over wat maakt Gelderland Gelderland. Ja. En met bijzonder veel interesse kijk ik uit naar die studie wat daar uitkomt. Ik de verbindende kracht. Ja, ik proef iets van, ik zou daar wel wat verandering in willen brengen. Ja, moet je niet forceren. Nee, hè? Nee. Maar het gaat er uiteindelijk wel, die 6 gebieden, die vertegenwoordigen wel wat. En, het is ook een grote provincie, de grootste van Nederland. Het is de grootste van Nederland, ja. Niet een inwoneraantal, dat is Zuid-Holland, dacht ik. Ja. Maar 2 miljoen mensen wonen hier. Ja, en een rijke schakering natuurlijk aan landschap en noem maar op allemaal meer. Die we allemaal kennen natuurlijk. U noemde net zelf al, er is een rapport uitgebracht over de bestuurskracht van Gelderland. Ja. En dat is wel even een serieus onderwerp. Ja, dat is een kritisch rapport. Ik zal er een paar dingen uit citeren, dan mag u erop reageren. In dat rapport, wat overigens in opdracht van de Staten is gemaakt, waar bijvoorbeeld de burgemeesters van de grote steden, u ook, neem ik aan, input in hebben gehad. Ook, en dat rapport zegt het volgende. De provincie sluit niet aan bij de actualiteit. Kan de ontwikkeling in de maatschappij niet bijhouden. Wordt gezien als een hindermacht. En wordt ervaren als een sterk juridisch gedreven organisatie. Die de eigen regels boven de maatschappelijke doelen stellen. Veel partners in de provincie vinden de provincie nagenoeg anoniem onzichtbaar. En dan tot slot, de provincie loopt 10 jaar achter. Ja, ik heb gelezen, Meneer Berends, aardig klusje. Ja, prachtig. Ja, niet dat het zo is. Nee, hè? Maar is dat voor u een extra uitdaging? Of zeggen van, waar begin ik aan? Nee, totaal niet. Nee. Ja, tuurlijk ben ik niet overmoedigd, hè, laat ik dat even vooropstellen. Maar nee, toen ik hoorde van dit rapport, ik heb er zelf ook aan meegewerkt. Ja. Toen dacht ik bij me, nou, dat is een interessante klus. Ja. Om te kijken of we daar de komende jaren toch een wending in kunnen doormaken met elkaar. Ik vind het, een scherpe rapport, hè, moet... Ik moet eerlijk zeggen, nu even vanuit Apeldoorn spreken, heb ik ook wel het tegenovergestelde in positieve zin meegemaakt met de provincie. Ja. Wij stonden er 6 jaar geleden diep in het rood. Ja. Wie heeft mij geholpen? Wie is dan de gemeente Apeldoorn? De provincie Gelderland. Ja.
Niet alleen financieel, maar ook om maar ambtelijk, kwalitatief te faciliteren en zo. Tot op het laatste moment toe, toen we dus ook onder het toezicht weggeven, tot op de dag van vandaag kan ik zeggen, is het de provincie mijn partner geweest. Ja. Geen andere gemeentes, nee. Geen overheden op het Binnenhof. Ook toen geen Brussel, alleen de provincie Gelderland. Ja, dus dat wil ik nog als tegenhanger tegenaan. Ja, maar het is wel een provincie die 10 jaar achterloopt. Dat kan ik niet beamen, maar ik herken wel een aantal dingen. Ja. En dat heeft, het is te ver van mijn bed. Dat is leuk dat u dat zegt, te ver van de bed. En dan ga ik het wel even persoonlijk op John Berends betrekken. Want we hebben net over Apeldoorn gehad. Mensen, iemand die graag de stad inloopt. Ja, ja. De afstand met de burger, laat ik het maar zo zeggen, in Gelderland als commissaris van de Koning, wordt natuurlijk vele malen groter. Ja. Past eigenlijk niet bij u. Is lastig. Ja, en ik weet het. En ik wist al van het allereerste moment toen ik mijn brief aan het schrijven was. En ik heb mezelf af, wat zou nou de valkuil voor John Berends kunnen zijn? Of waar zou hij voor zijn meest last van kunnen gaan krijgen? Dus dit punt. En dan ga ik denken bij mezelf, hoe kun je dat veranderen? Ik heb voor mezelf toen ook wel eens een voorbeeld in het hoofd gehaald. Stel, hè, Barneveld, 10.000 kippen moesten er op een gegeven moment op grond van die vitronel moesten er afgemaakt worden. Yeah. Hè? Mijn natuurlijke neiging is, even commissaris, om daar naartoe te gaan. Hè? Ja. Maar ik moet één keer even slikken. Of even goed nadenken, dan moet ik wel in dit geval Asje van Dijk even bellen. De burgemeester van Barneveld. Want die wil hem niet voor de voeten lopen. Nee, precies. Ja. En dat is, als je nou praat over voor de troepen uitlopen, impulsief, mijn karakter, zit daar en ik weet dat ik het heb. Ja. Dus ik moet even een klein beetje gas terug, maar ik bel wel. Ja. En ik zou het dolgraag ook willen. Ja, ja. Maar dus, het is een aandachtspunt. Oh, absoluut. Ja. Maar ik wil het wel en ik doe het ook. Oké, okay, goed. Ja. Weer even serieus terug naar uw nieuwe baan. Er gaat heel veel gebeuren in het land en ook op bestuurlijk niveau. Omgevingswet die gaat veranderen. Ja. Ondermijning, we hebben het net al een beetje over gehad. De integriteit van het bestuur. Energietransitie, wat natuurlijk een enorm... waar al die gemeentes in straks uw provincie Gelderland mee aan de gang moeten. Ik vroeg me af, en ik niet alleen ik, maar bijvoorbeeld uw voorganger Fred de Graaf. Vroeg zich af, kunnen die gemeentes dat wel aan straks? Kijk, ik ben niet de man van de gemeentelijke herindeling. Die gaat roepen van die gemeentes moeten samen of die gemeentes moeten samen. Wat ik van ongelooflijk belangrijk is, want ik hou toezicht op 51 gemeentes hebben we nu in Gelderland. Ja. Vorig jaar was je nog 53, nu 51. Is of zij de producten en diensten kunnen leveren voor hun burger. Ja. En daar heb je het dan over. Ja. En we weten ook allemaal dat schaalvergroting vaak verwijdering betekent. En dat is, noem het maar even de spagaat, om dat woord dan maar eens te gebruiken, die speelt. De spagaat tussen enerzijds schaalgrootte en het kunnen leveren van de producten en diensten. Ja. Wat je natuurlijk ziet is dat ook Apeldoorn op dit moment ondersteunt, faciliteert op verschillende inhoudelijke gebieden, andere gemeentes. We hebben allerlei samenwerkingsverbanden in dat. Als het niet anders kan, ga je samenvoegen. Ja. Als men niet meer in staat is om de Om producten en diensten te leveren, om de dienstverlening naar haar burgers te leveren, dan doen we dat. Ja. En tuurlijk is het ook, kijk, even voor het beeld nog, hè? Apeldoorn 162.000 inwoners. We hebben 11 dorpen, om zo maar even te zeggen. En Loenen voelt zich vooral Loenen. Wenum-Wiesen voelt zich vooral Wenum-Wiesen. Ja. Nou, zo kan ik dat allemaal nalopen, hè? Dus het zit hem uiteindelijk niet in de schaalgrootte, maar het gaat de manier waarop dus mensen hun eigen identiteit kunnen houden. En die zit hem dus niet altijd automatisch in, zeg ik dan maar even, het hebben van een eigen gemeenteraad of organisatie. Ja. Ja. En daar moet je wel heel goed naar op zoek. Ja. En ik hoor nu ook al wel bij collega's die zeggen van, John, eigenlijk zouden we dit of dat wel willen. Ja. Nou, als die beleving er al staat, dan gaan we het er wel over hebben. Ja, nou goed, ik zei al, uw voorganger Fred Graaf heeft dat zelf ook al genoemd. Hè. Die zegt van, die kleine gemeentes kunnen het gewoon eigenlijk niet meer aan. Dat hoor je niet uit mijn mond. Nee, oké. Okay. Nee. Maar u houdt wel de vinger aan de pols. Absoluut, meer dan dat. Ja, okay. Ik heb ook gezegd, en ik bezoek ze ook allemaal, hè. Ja. Vanuit mijn toezichthoudende rol. Dat is wel bijzonder, vind ik, hoor. Ja, dat kan me voorstellen. 20 maart wil ik het met u over hebben. Dat is een van de laatste onderwerpen. Ja, ik weet precies 20 maart. Hè. 20 maart, verkiezingen van de Provinciale Staten. Provinciale Staten, we hadden net al een beetje de afstand die er is. Tussen, nog los van het imago en hoe dat naar de gemeentes toe werkt. Maar staat verder. Ik heb eens gekeken naar de cijfers. 2011, 55,9% opkomstpercentage bij de verkiezingen. In 2015 47,8%. En die, als je die jaren daarvoor kijkt... het is in ieder geval zwaar onder druk. Is daar een verklaring voor? Ik denk dat de kans om te buigen. Ja, ik wil niet te veel aanmeten natuurlijk. Maar ik vind op zijn minst noodzakelijk dat het omgebogen wordt. Of je het redt, weet je niet. Nee. Even een voorbeeld. Ja, toeval zeggen ze als bestaat niet. Maar 20 maart, volgens mij is het al...
18, 19 en 20 maart komt de landelijke media komen naar de provincie Gelderland toe, in Arnhem, in het provincie, in het huis der provincie, om daar de uitzending te doen. Dus nabij, kijk, het was altijd zo, het moest allemaal in, op het Binnenhof, het moest allemaal in Den Haag. Dus ja. De landelijke politiek terug en de provinciale politiek op het podium. Dat geldt ook voor de lokale politiek natuurlijk, precies hetzelfde. Hè? Ja. Dus door dit soort dingen te doen, dat je dus de media al naar je toe trekt, is een unicum nu hè, wat gaat plaatsvinden. Zorg er al voor dat mensen de nabijheid gaan voelen. Ja. En met dat rapport waar we net al even kort over hadden, hè, ver van mijn bed en noem maar op allemaal meer, ja, daar moeten gerichte acties op komen. Ja, ja. Dus uit het gebouw, zou ik zeggen. Ja, maar goed, even terug, je zegt van de landelijke politiek loslaten en naar die provincies toe. Dat zou wellicht helpen, maar toch, het is niet van elkaar te onderscheiden, want als wij straks op 20 maart gaan kiezen, dan kiezen we niet alleen de Provinciale Staten, maar we kiezen ook de provinciale, de Eerste Kamer. En dat wordt politiek gezien steeds belangrijker instrument of medium. Ja. Dus je kan het niet los van elkaar zien. Dat maakt het lastig. Ja, ik zou zelf, hè, omdat de Eerste Kamer veel politieker is geworden, maar ja, ik ben er ook maar één, dan zeg ik, laat die Eerste Kamer toch minder in die actuele politiek duiken. Dus die verbinding zou ik, daar ligt mijn directe aandacht ook niet. Nee. Wel veel eerder van. Natuurlijk Tweede Kamer, maar daar bemoei ik me natuurlijk even niet mee. Maar wel zo'n Provinciale Staten dichter weer toch weer bij die inwoner te brengen. Ja. He, of het dan over Lelystad gaat, bij wijze van spreken met de aanvliegroutes, of het gaat over vitaal platteland of klimaat. Daar dichter op te zitten en dan laten zien wat daar de rol is van de provincie en hoe belangrijk het is dat je daar ook gaat stemmen, omdat dat direct op jouw betrekking heeft. Ja. Daar zit ook voor die eenvoudige burger die je ook bent. En die moet straks een keuze maken. Ja. U gebruikt zelf Lelystad als voorbeeld. Ja, en die denkt van, laat ik eens iets bedenken. Nou, ik wil eigenlijk wel op het CDA stemmen. Hè. Toch ook een beetje uw achterban. Ja, dat is nu niet belangrijk. Nee. Ik ga er absoluut niet voor. Het gaat slechts om het voorbeeld. Okay. Ik wil wel op het CDA in de provincie stemmen. Gerard Bos is een prominente Apeldoorn. En die vind ik, die verdient mijn steun wel. Maar die CDA is ook die club die in Den Haag, dat Lelystad eigenlijk toch wel een beetje. Ik zei, als kiezer zit ik op dat moment in de spagaat. Snapt u dat? Dat dat voor een kiezer heel lastig is om dan toch die keuze uit te maken. Ja, politiek en stemmen is kiezen. Hè? Ja. Dat is gewoon inherent. Ja. Dus het is van belang dat de provinciale politiek, ongeacht welke partij ook, dat die gewoon toch duidelijk maar maakt. Maar wat moet nou zwaarder wegen voor mij? Toch die provincie? Of toch in het verlengde daarvan die Eerste Kamer? Nee, de provincie. Toch de provincie? Absoluut, absoluut. Nou, dat advies nemen we in ieder geval de provincie. En niet om de hemd is nader dan de rok, zo is het niet. Ja, hè? Ja. Maar ik vind dat de Eerste Kamer meer terug moet eigenlijk en minder politiek. Ja. Ja. Ik wil toen naar een slotvraag. Ik heb er eigenlijk twee. Ja. U gaat straks naar Arnhem toe. Is het voor Apeldoorn een voordeel of misschien wel juist een nadeel dat de nieuwe commissaris van de Koning de burgemeester van Apeldoorn is geweest? Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb dat nooit zo gehad, hè? Want nee. Je moet altijd weer oppassen natuurlijk, je ziet mijn voorzichtigheid ontstaan. Maar het gaat altijd om kennen en gekend worden. En, of het nou Apeldoorn is, of Arnhem, of Winterswijk, of Doetinchem. Ze zijn me allemaal even lief, hè? Zo gauw je in bevoordeling gaat zitten, niet bevooroordeling, maar bevoordeling, hè? Ja, dan gaat het al fout. Nou, je kan het ook zeggen, dat kan een nadeel zijn, hè? Van, is ook niet. Nee, van de vader die het zoontje in het elftal speelt, wat de vader coach heeft, die is er juist heel... Vaak ben je wat harder, hè? Precies. Ja. Precies. Ah, nee, mijzelf toch een beetje kennende, denk ik wel, zo zit ik ook er weer niet in. Nee. Dan denk ik, krijg ik verkramping of is de Apeldoorn bewijs, maar nee. Nee, ik zou ze wel eerder uitdagen om wel gewoon te komen, bij wijze van spreken, zoals anderen. Arnhem en Nijmegen, die staan er stevig op. Ja, hè? Ja. Nou, kom nog maar een tandje steviger aan Apeldoorn of andere gemeentes. Oké, daar gaan we in ieder geval de raadsleden en de wethouders in de toekomst aanhouden. Slotvraag. Nee, u zei zelf al, 31 januari afscheid. Is afscheid. Is er een afscheidsreceptie? Ja. Daar kunnen wij allemaal naartoe. Ja, zover ik weet wel. Ik word een beetje, U wordt u moet gewoon verschijnen. U moet verschijnen. Ja, ik weet dat ik thuis heb ik ongeveer moet verschijnen in mijn gezin. Nee, maar het is natuurlijk. Wat zou een burgemeester zijn, en ik vind dat ook voor wethouders geldt trouwens, als je niet de mensen de mogelijkheid geeft om een hand te geven en zo. En te bedanken ook voor wat ik hier allemaal heb mogen en kunnen doen. Hè? Zo, dames en heren, dus u weet het. 31 januari, dan is het afscheid van de burgemeester en u wordt geacht. U kan daar gewoon naartoe en dat is altijd heel erg gezellig. Ik wens u heel erg veel succes straks in Arnhem. Als u succes in Arnhem heeft, dan hebben wij dat wellicht ook in Apeldoorn. Ja, ik dank u voor 6,5 jaar burgemeesterschap. Graag gedaan.
Met plezier.